We hebben vooral ook heel intensief naar de uiterwaarden gekeken om te kijken of we daar ook opgaven kunnen realiseren. Met name dan natuuropgaven, maar ook ambities als het gaat over recreatie en verkeersveiligheid. Reacties ter ondersteuning van het plan, maar ook wel reacties met kanttekeningen of kritische vragen op het plan. En die hebben we verwerkt in het definitieve voorkeursalternatief. Op een aantal details zijn er wat aanpassingen doorgevoerd en met name de onderbouwing van het voorkeursalternatief is nog wat uitgebreid om het gewoon beter uit te kunnen leggen. En daar zijn we nog wel zo'n 2,5 jaar mee bezig. En daarna dan uiteindelijk de uitvoering van het project.